Het nieuwste boek is eigenlijk vertrokken vanuit de vaststelling dat wij voortdurend om de oren geslagen worden met hoe dat we nu ook ons huis zouden moeten inrichten. Het is de meest intieme leefplek voor ouders en kinderen. En dus het is heel belangrijk dat het je handtekening draagt. En vandaar dat ik zocht naar een fotograaf die in staat zou zijn van te sluipen in levende huizen, waar dat gezinnen in activiteit waren, gezinnen die zich daar niet zouden door laten storen, om beelden vast te leggen van het echte leven, het leven zoals het is. En dat was Wouter. En die fotograaf is Wouter Rawoens. Wouter, jij was eigenlijk een beetje de ogen van Peter, hè? Ja. Dus Peter heeft die mensen nooit ontmoet. En dat was ook meteen de uitdaging om het te fotograferen. Zo, niet ingrijpen als fotograaf, want daar zijn we echt in getraind. Vaak van, ja, kom eens een stapje naar voren of verzet die vases. Maar dit mocht ik echt niet doen. En toch mezelf niet te veel verliezen, dat banale fotografie werd. Maar Peter genoeg opties laten om te kijken op de foto's, om te interpreteren wat er te zien was waar hij kon mee werken. Wat vinden jullie zelf van het boek? Wat voor een boek is het geworden? Wel, het is een foto- en verhalenboek. Hè, en dat is echt een 50-50 daarin. Je moet de foto's zien om ook iets mee te hebben van de verhalen daar rond. Ik vind het zelf prachtig uitgegeven. Dat is mijn vak niet. En ik vind het ook wel mooi van op die manier te kunnen samenwerken met andere beroepen. Hè. Iedereen kan zich vaak voorstellen, ja, kinderpsychiater, hé, je hebt veel werk. Ik ontmoet alleen maar mensen die minstens evenveel werk hebben en waar dat het werk op hun manier even stresserend of belastend is. Jij, Wouter, tevreden van het resultaat? Ja, ik ben zeer tevreden van het resultaat. Vooral, ik noem het zelf, tijdens het project voor mezelf noemde ik het zo'n beetje het verdwenen fotoalbum van de familie. Omdat wat men nu vaak ziet, mensen fotograferen digitaal. De beelden staan op een laptop en er wordt nauwelijks nog naar gekeken. En dat was zo'n beetje mijn gevoel dat ik graag wou doen. Dat is de nonkel zijn met het fototoestel van vroeger van op de feesten. Die overal kwam en die gezinnen een chroniek kon maken van hun kleine werkelijkheid. En ik hoop dat het fotoalbum door dat boek terug een beetje zijn intro treden doet bij de families.